Goedenavond, hier volgt het nieuws van TV Slingeland. Het comité Open Monumentendag Winterswijk heeft afgelopen zaterdag en zondag een gevarieerd programma aangeboden. Het thema dit jaar was macht en pracht. Daarbij viel te denken aan de rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen en overal om ons heen in gebouwen is terug te vinden, zoals in de Winterswijkse landgoederen en kerkgebouwen. In het kader van deze dag waren verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een fietstocht, een dorpswandeling, verschillende exposities, mogelijkheid tot bezichtiging van monumenten en de opstelling van oldtimers rondom het raadhuis. Ook was het mogelijk om kennis te maken met het BOS-project. En BOS staat voor Bleekhuis, Olliemulle en Strandbad. Door een samenwerkingsverband van het comité Open Monumentendag Aalte en Winterswijk is een glossy boekje uitgegeven met informatie over de schooltegoederen in Winterswijk en Aalte. Overigens is de monumentenprijs gegaan naar de eigenaar van de Prins Hendrikstraat 13. De jaarlijkse prijs wordt door een jury toegekend aan een gebouw dat op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst staat. Van belang is dat de restauratie vakbekwaam is uitgevoerd en respect voor het originele niet uit het oog is verloren. Speciaal voor allochtone vrouwen wordt vanaf zondag 29 september een cursus zwemmen aangeboden in Zwembad Jaspers. Via het gemeentelijke project Actieve Levensstijl hebben tot nu toe circa 25 allochtone vrouwen zwemlessen gevolgd. Dankzij subsidie van de provincie Gelderland vindt ook dit najaar een cursus plaats. Deze duurt tot eind december. Er is plek voor circa 15 deelnemers. Het is mogelijk om de reeks met een zwemdiploma af te sluiten. De lessen vinden plaats tussen 16:30 en 17:00 en worden gegeven door twee vrouwelijke instructrices. Overigens is er tevens de gelegenheid tot recreatief zwemmen. Jonge kinderen van de deelnemers mogen ook meekomen als ze worden begeleid door een volwassene die geen deelnemer is van de zwemcursus. Voor meer informatie kunt u bellen met Zwembad Jaspers, telefoon 514-691. Vorige week maandag 9 september gaven wethouder Rick Gommers en enkele leerlingen van basisschool De Barge Paske het regionale startsein voor de campagne De scholen zijn weer begonnen. Gommers gaf in zijn toespraak aan dat, hoewel automobilisten worden opgeroepen rekening te houden met schoolgaande kinderen, de leerlingen zelf ook goed moeten uitkijken. Verder werd een opvallende krijttekening aangebracht bij de oversteekplaats bij de school en stapten alle leerlingen van groep 8 op de fiets om het verkeer zelf te ervaren op de route naar het technieklokaal Skills. Hier moeten ze namelijk ongeveer 12 keer per jaar naartoe, dus een mooie gelegenheid om dit vast te oefenen. De campagne is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland. De gemeente Winterswijk doet mee aan de regeling brede impuls combinatiefuncties. Vorige week vrijdag vond de ondertekening van de overeenkomst plaats door de wethouders Rick Gommers en Ilse Saris en de deelnemende partijen namelijk Boogie Woogie, Buitenschoolse Opvang Kikken, Sportcentrum De Tunte en de Stichting Zwembaden Winterswijk. Met deze regeling kunnen buurtsportcoaches worden aangesteld in de gemeente. Een buurtsportcoach is iemand die werkzaam is bij een sport- of beweegaanbieder en een andere sector zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en buitenschoolse opvang, kinderopvang. Te denken valt dan aan een coördinator sportaanbod die de vragen van scholen en het aanbod van sportverenigingen bij elkaar brengt of een trainer of coach van een sportvereniging die sportactiviteiten aanbiedt in de buitenschoolse opvang. Ook een docent theater die lessen geeft op verschillende scholen kan hiervoor in aanmerking komen. Medio september is hiervoor een capaciteit van 5,2 FTE beschikbaar. Voor meer informatie www.sportindebuurt.nl. Op dinsdag 1 oktober organiseren de gezamenlijke ouderenbonden en de STOA, Stichting Ouderen Actief, samen met de werkgroep Duitsland een fantastische middag voor alle senioren uit Winterswijk en Vrede. De senioren uit Vrede worden 's ochtends ontvangen op het gemeentekantoor aan de Stationsstraat. Na de koffie volgt een rondrit door het buitengebied.
De lunch wordt geserveerd in Boogie Woogie, waarna de groep senioren uit Vrede aangevuld wordt met de groep uit Winterswijk. Het middagprogramma vindt plaats in de Schouwburgzaal van Boogie Woogie en bestaat uit een speciaal programma, namelijk een muzikale rondreis langs Buren en Nobers. Voor de pauze wordt dit verzorgd door Jolanda Tangelder en Willem de Voortwis en na de pauze door het Vrije Tijdsorkest. Aanvang is om 2:30. Kaarten zijn in de voorverkoop beschikbaar bij de ouderenbonden en de STOA voor €7,50 per persoon, inclusief koffie en in de pauze een drankje. Ook is er kaartverkoop bij de Rabo op woensdag 4 september en woensdag 11 september van 10 tot 12 uur. De waterschapslasten in het beheersgebied van waterschap Rijn-IJssel stijgen het komend jaar mogelijk met €15 tot €20 per gezin. Door de daling van het aantal belastingbetalers, lagere WOZ-waarde en uitputting van de reserves is dit onvermijdelijk geworden, zo blijkt uit de perspectievennota. En dan werk in uitvoering. Het kruispunt van de Vredeseweg en de Bataafseweg wordt aangepast in verband met het bouwrijpmaken van de Rikker fase 5b. Er wordt onder andere een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd en de oude jachthuisweg wordt omgevormd tot fietspad. Hierdoor is het kruispunt tot en met 27 september afgesloten. Fietsers kunnen hier wel passeren. Voor het doorgaande autoverkeer is een omleiding aangegeven via de Waliënseweg of via de Acacialaan en de Kloetenseweg. In verband met werkzaamheden aan de brug in de Burgemeester van Nispestraat is deze weg van 16 tot en met 20 september afgesloten tussen de Ravenhorsterweg en de Troelstastraat. Voor meer informatie kijkt u op www.winterswijk.nl of www.gelderland.wegwerkmeldingen.nl. Een groep Winterswijkse ondernemers heeft de handen ineengeslagen en een EHBV, ofwel een eerste hulp bij verkooppakket, samengesteld met verschillende aanbiedingen van diverse Winterswijkse bedrijven om een woningverkoop klaar te krijgen. Te denken valt dan aan een cv-check, korting op verbouwing, achterstallige klussen, tuinonderhoud, gratis stylingtips of een vrijblijvend hypotheekadvies. B-Actief van de Borstkankervereniging houdt op zaterdag 21 september een fietstocht voor diegenen die borstkanker hebben of hebben gehad. Het verzamelpunt is om 10:30 bij de Saving Mulle. Na de koffie vertrekt men om 11 uur voor een tocht van 25 kilometer met tussendoor een pauze voor een versnapering. Bij terugkomst is er een broodje en een drankje te nuttigen. Aanmelden kan bij de gastenservice van het streekziekenhuis Koningin Beatrix, telefoon 544415 of via e-mail psb@skbwinterswijk.nl. En dan met vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal deelnemende personen. School N, ofwel School Keizers, is bezig een reunie te organiseren op 5 april 2014. Voor meer informatie hierover en aanmelding, telefoon 06-100-54-197. Op 26 september presenteert Henk Rozenbrinke zijn verhalenbundel De Strukkelstenen. Het eerste exemplaar wordt tijdens een besloten bijeenkomst aangeboden aan Rita en Hans Keuper. Het Vrije Tijdskoor viert dit jaar het zesde lustrum. Het is eind jaren 80 van de vorige eeuw opgericht voor diegenen die in de gelegenheid waren om overdag te komen zingen. Het betreft vooral mensen die niet meer volledig of helemaal niet meer willen of kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om eens te komen kijken. Het koor repeteert op dinsdagmiddag van 2 tot 3:30 bij Boogie Woogie. De WAS, de Winterswijkse amateurschilders, begint deze week met een nieuwe lessenreeks voor zowel beginners als gevorderden. De lessen worden verzorgd door professionele kunstenaars in het atelier aan de Laan van Hilbelink 6.
voor informatie 51 41 87. Deze maand starten weer verschillende nieuwe cursussen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar bij het ateliertje. De lessen worden verzorgd door Ine Bolk. Voor meer informatie www.hetateliertje.nl of e-mail inebolk@live.nl. De protestantse gemeente houdt van eind september tot half november een basiscursus geloven. De 7 bijeenkomsten vinden plaats op zondagavonden in de aangang van 6:30 tot 9:30 en starten met een gezamenlijke maaltijd. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer over het christelijk geloof wil weten en met een ander over geloofszaken wil praten. Voor meer informatie en aanmelding, telefoon 53 07 76. En dit was het nieuws van TV Slingeland. Ik wens u nog een prettige avond.